Deel 2. Kameel op de loop. Na een tijdje stonden onze drie wijzen dan toch vertrekkers klaar en konden ze hun tocht aanvatten, op weg naar de verlosser. Ze laten het vliegplein achter zich en voor hen strekken de bossen en weiden van Soesel zich uit. Allee mannen, hoe gaan we Ladina arrangeren met je kameel? Wie zit op de voorste bult en wie op de achterste? Ja, maar ja, ik wil niet in het midden zitten, nee. Alle gasten, die kameel is hem niet om te zitten, hè. Die kameel is voor de bagage, die cadeautjes en hij wist ons de weg met die GPS. En hopelijk weet hij ook de weg naar die openbare wc, want ik moet nog altijd dringend pipi. Hé, hey, wat heb je eigenlijk gekocht voor die kleine? Ik heb een kistje met goud bij. En niet de kleine al een schone spaarcent. Amai, mijn man, chic zeg. Ik heb hier meer mee. En Bal, wat heb jij bij die? Wow, ik heb weer bij. Allee, Bal. Zijn er echt op oorkop gevallen? Ga jij die kleine na al wie leren smoren? Wat, Kas, dat is geen hasjes, hè. Dat is een aromatische krade. Maar mannen, ik kan echt niet meer houden. Ik moet nu echt wel pipi doen, hoor. Zeg, Baal, dat duurt nogal lang. Zet je die kameel het laten leeglopen of wat? Wat? Die kameel, die is toch bij jullie? Baal. Ja, dat beest toch vast? Gods, mijn man, waar is die kameel dan, Eine? Wat? Dat is geen probleem. Ik heb die GPS van die kameel al ingesteld. Dat beest vindt u weg wel. Ja, man. Hier stonden wij nou nog, hè. Miljarden onder jullie. Hoe gaan wij nou ooit nog de weg naar die kleine veilig?